Kijkers van Online Tips en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Prezenachten. Goed, als gisteren hebben we natuurlijk allerlei vloeren neergeplaatst. Maar alleen wil ik echt nog de cellen ook nog een heel mooi prachtig kleur te geven. Maar ja, de kleur, maar is het nou mooi? Waarom lukt dat nou? Ja, wel beton. Nou goed. Oké. Oh ja, wat wilde ik alweer doen? Natuurlijk, dit hadden we gisteren gebouwd. Dan moeten we ook nog van alles gaan bouwen, toch? Ja. Zo, wil je even snel een personeelskamer? Een personeelsduur erin proppen. Die zijn toch gratis? Nou, pak die jongeman. Oké, we moeten dus naar de stroom kijken. Zit daar al stroom? Nee. Dan moeten we dat even gaan doen, hè. Zo. De lampen. Zo. Kijk eens aan. Zo is het denk ik wel goed. Wat nog meer? En dan ga ik niet eens kijken naar de kamer. Ik wil namelijk ook een boomkwekerij hebben. Zo, die even later. Ja, we doen die later. Ik moet namelijk kantoor. Exportgoederen. Wat houdt dat in? Zou die even. De afval brengen. Zo. Oké. Ze zitten alles naar binnen. Zo. Deur is al in de maak. We zijn de lampen allemaal aan het installeren. Dat is heel mooi. Dan wil ik namelijk ook nog. Ja, het klinkt misschien een beetje gek, wat ik nu aan het doen ben. Maar ik ga. Nee, wacht daar heel even. Ik wil. Ik ga heel even naar slopen. Wat is dat? Ik ga een kopieerbouwwerk slopen. Afval. Dat blijft gewoon op zo. Want dan ga ik
opnieuw naar de kamers. Exportgoederen. Dan ga ik het zo doen. Kijk dan. De afval, dat hoeft niet zo heel groot. Oh nee. Nu doe ik het weer fout. Nee. Dit. Wil ik veranderen, dan wil ik. Ja. Waar staat afval? In de school, kamers. Kijk. Leveringen. Dan wil ik dan zo doen. Kijk eens aan. Dat is denk ik wat handig. Dan in ieder geval wel. Dan hangen we elkaar. De receptie die zit dus daar. Weet niet. Zal dat zo gaan, de receptie? Of is het vrij klein? Het is vrij klein, hè? Ja, weet je wat? Laat de receptie maar zo. Laat hem maar zo staan. Zo is het prima. Maar weet je wat? Bouw eerst even al die stroomkabels aan. Haak ze dan aan. Ik heb toch wel allemaal. Waarom moet dat niet gewoon. Ik zweer dat ik helemaal aan de andere kant heb gedaan. Dat doe ik oprecht 100%. Nou goed, doe het even zo. Ook deze leg ik weer vast, deze leg ik weer vast. Ah, een smokkelaar, ja, fijn. Daar zijn ze ook nog eens. Ja. Ja. Deze kant moet nog. Oké, nice. Nu kunnen we het op rust zetten. Ze zijn nog klaar met werken. Dat hebben ze nou geflikt. Oh, kijk, daar is dan wel wat materiaal. Ja? Oké, gaan wij daar gewoon ook allemaal kamers van maken? Of echt alleen maar. Eén gevangene patiënt voorkomt de commissie van vervroegde vrijlaat. Ja, de vervroegde vrijlaat, dat is niet goed. Dat moeten we natuurlijk niet beoordelen. Dus, we moeten niet allemaal kamers maken. Ik zet het heel even op pauze. Want ik ga hier. Hier zo ongeveer.
komt allemaal kant op vroegte, vrij laat, hè. En dan kunnen hier zo weer wat... Nee. Dat doen we verkeerd. Of niet? Ah ja. 1, 2, 3, 4, 5. Dan worden dit ook allemaal nog winkels. Althans, winkels. Het wil ook nog allemaal. Ja, van die werkheid. Muur en deur. En maak ook gewoon een gevangenisdeur. Is het zo goed? 1, 2, 3, 4. Ja, ik denk het van wel. Dit zijn dan gewoon deuren. Ook aan deze kant. Ja, ze kunnen natuurlijk niet aan de bouw beginnen. Oh ja, ze kunnen via die deur. Oké, nou, bouw dat even. Kijk, en dan loopt die groen daar zo voor de afval. Ja, de exportgoederen, dat is... Dat komt nog wel. Ah, jullie zijn er al niet klaar. Gaan we naar kamers. Dit zijn kamers. En dan moeten we op vrij laten. Kijk eens aan. Een aantal vrij laten kamers. Wat is daar nodig? Een bezoekersstapel. Dat is alles. Oké. Oké, we gaan dus naar programma's. We hebben alleen dit kun je goed schuimpen en werkplaat. Werkplaat, daar zijn ze mee bezig. Groepsruimte is ook al. Keuken. Er zijn weer twee nieuwe mensen. Dan moet ik eerst op de... Oké. Programma's. Nieuwe. Voorman. Ook voorman. De ijskamer, kubewerkers, klaskamer, kantoorziekenboek, groepsruimte. Ai. Een commissie bepaalt of de gewoon in werking komt van voor vervroegde vrijlating. Oké. Een CC. Oh, het kost gratis. Het kost dus gratis. We hebben vier van deze. 1, 2. Allee, 4. Vrijlating, vrijlating. Meer arbeidstijd. Van 8 tot 12 te gaan. We hebben dus 4, dus we kunnen zo niet. We doen 1, 2, 3. Zie je? 1, 2, 3, 4. Wat wil er ook allemaal? Er eentje in. Ah, er komt één. Als je komt vervoerd, kan die daar naartoe gaan. Oké. Okay. Dat is dus geregeld. Dan wil ik eigenlijk
dit hier ook gewoon agenderen. Zodat ik hier nog meer hetzelfde doe. Dat ik dan de was verplaats hier ergens naartoe. Zo daar namelijk ook een kamer van maken. Postkamer. Natuurlijk voor alle mensen die de post moeten hebben. Natuurlijk. Was. Bezoek, bibliotheek. Ah, natuurlijk, een bibliotheek. Maar als ze boeken willen gaan lezen of zo. Oké. Een douche? Nee. Executie, exportgoederen. Stoffen, kantine, kantoor, kapel. Een kapel, een kerk. Ja, doe maar. Je weet maar nooit als ze met zijn geloof niet. Ja, dat weet je maar nooit. Oké. Wat hebben we nodig in de postkamer? Natuurlijk, post. Een sorteerbalie aan een tafel. En een sorteerbalie gaan ze allemaal. Gaan ze posten voor mij. Dus eigenlijk. Moeten we het dus zo doen. Oh, wacht hoor. Dit gaat nu zo langs. Zo. Hoe staat die nou? Die boek moet aan de voorkant. Als het goed is, staat die nou prima. Dat wordt nodig. En tafel gewoon zo. Hé! Hey. Niet doen. Oké. Zo. Is dit genoeg? Jawel. Dus er zijn genoeg tafels. Een bibliotheek. Wat heb je daarvoor nodig? Een bibliotheekbank en een sorteerbalie. Oké. Het mag best wel een grote zijn. Hier hoeven we niet telkens helemaal rondomheen. Want hoe meer boekenplank, hoe meer dat ze kunnen lezen, hè? Die sorteerbalie wil ik hier doen. Zo, is dat goed? Kunnen we misschien niet. Die zo doen? Nee, zo is wel goed. Zo is het prima. Een kapel. Een altaar, kerkbanken en. Een altaar gewoon daar zo. Oké, zo staat die prima. Kan die. Ah ja, dat wordt toch altijd zo gedaan. Overal zit er één tussen. En overal ook nog zo'n ding hè, om op te bedden. Is zo'n wit kleed. Zo. Is weer iets gevonden, jongens. Zo. Oké, dat was hij. Twee, drie gevangenen zijn ontsnapt. Waar? Wat, hoe is dat geluk? Ontsnappingen, nee.
Geen ontsnappingen, kom aan. Tunnels verwijderen. Oké, waar komt die klote tunnel vandaan? Want als dat een probleem is, ja. Ze kunnen heel makkelijk. Ah, ja. Maar goed. Nou, doe dat even. Dan wil ik ook namelijk loeren. Heb ik nog ergens hout? Hier natuurlijk ook. Alleen hier moet hout. Bij de deur, zo. Zo. Oké, heb je trouwens die... Ah, kijk daar. Waar... Oh, kijk eens. Kijk eens. Zelfs aan mijn achievement ontgaan dat. Dit zijn dus die drie... Zijn er nog meer? 1, 2, 3, 4, 5 ontsnappingen. Nou. Het begint alweer lekker. Tunnels verwijderen. Hij is weg, die is weg en die is weg. Die heeft wel een gat. Maar hij is niet ontsnapt. Gooi dat gat even dicht. Volgens mij zijn dat gewoon een bende. Goed, weet je wat ik ga doen? Muren en deuren. Ga ik omwijden. Die kost wel heel duur. Een hek. Ik ga gewoon een hek. Die plaat ik. Hier neer. Ook aan deze kant. We kunnen altijd dat hek weghalen. Hè? Gewoon rechtdoor. Zo gewoon rechtdoor gaan. Dan gebeurt er ook helemaal niks. Zo. Oeh, hier komt een knap. Oké, zo. Zo, kijk, dan kunnen ze... Alleen, ja, hier te doen hoor. Dan. Eén deur, ja. Gewoon een personeelsdeur, bouw die daar. Totaal mag dus alleen personeel. En dan een hele grote hek. En dan is dit wat binnenkomt. Ga je nou nog... ding weggaan? Huh? Dat gaat, want qua tijd... hebben we niet zo heel veel meer. Jij bent daar bezig. Wat is er nou mis mee? Oh, die kleding moet er allemaal af. Oké. Dan zal er natuurlijk ook weer gelijk werk zijn. Gevangenisappen. We hebben in een aantal kamers gekwalificeerde gevangenen nodig. Echt basisonderwijs. Daar, kijk. Daar gaan we al.
Hier hoeven ze dus niks te doen. Kunnen ze allemaal 15 man, ja, 15 man erin. Hoe van die dingen hebben we? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kunnen 2 man. Hoeveel iets? Nou ja. Hoe zijn die gekwalificeerd? Gekwalificeerde gevangenen 4. Oké, dat is hartstikke mooi. Ja, daarna toch basisonderwijs nodig. Moet je toch die programma starten. Groepstherapie voor alcoholisten. Oké, ik ga niet programma's laten draaien waar geen mens op aankomt. Even kijken, als je dus in de bibliotheek moet werken, moet je dus de basis hebben. Kok, voorman, werkplaats. Leerklas, elkaar. Veel gevangenen kunnen amper lezen schrijven. Of rekenen. Oké. Hoeveel willen daar aan beginnen? Er willen 16 mensen willen aan werken. Je hebt 10 sessies. Toch nog zoveel. Nou, daar willen ze dus aan beginnen. Maar dan moeten we natuurlijk ook een leraar hebben. Of komt die automatisch? Hij komt hier zo naar binnen. Ik kan niet door de personeelsdeur. Nou ja, dat zien we bij morgen. Anders, als hij door de personeelsdeur kan, kan ik hem ook hier zo naar binnen laten zetten. Hè? Dat in ieder geval een extra ingang dat hij hier er doorheen kan, hoeft hij niet helemaal om te lopen. Hoeft niet de hele fucking gevangenis door. Nou, gevangenis, hij is daar zo. Goed! Dus als het goed is, gaan bijna alle, gaat de klaslokaal draait dus, de werkplaats ook, winkel gaat automatisch, vrijlating ook, de kok ook om te koken, was is, hoeft je geen begeleiding, voordat dus dan gaat dat automatisch. Nou, dit zijn ze allemaal mee bezig, zijn eerst die fucking muur aan het maken. Nu zijn ze ook niet meer begonnen. Jongens, jongens, jongens. Oh, volgens mij komt nu het materiaal aan. Ze hebben een hele lange rij. Moeten we telkens eentje doen. Is niet zo'n hele ramp. Toch jongens? Nee. Kijk, ik ga het hier belaten. Ik hoop dat je een toffe aflevering vond. En morgen is het vrijdag. Dan gaan we dan natuurlijk weer terug. Oh ja, morgen ook een ding. Hoe heet het weer? Zo'n grondelijk onderzoek. Dat doen we altijd op een vrijdag. Want ja, nou weten we zeker dat er gewoon niks uit moet zijn. Er zijn wel een paar mensen ontsnapt. Ja, nu zijn we dus onze ding aan het maken. Misschien moeten we camera's ophangen. Ik kan het staan en doen. Maar dat is uw kijkers. Ik ga het hier beletten. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgen jongens. Mazzel.